Goedendag, mijn naam is Frank Saas, ik ben hoofdjury van WBK afdeling Nederland. En we zijn vandaag te gast bij Macro in Best. En we gaan een aantal leuke, aantrekkelijke herfstgerechten maken, omdat we nu weer volop richting herfst gaan. En het eerste gerecht wat ik graag zou willen bereiden voor jullie is een stukje koud gerookte zalm. Deze zalm is al voorbereid op de barbecue, gerookt met kersenhout. Het is een koud gerookte zalm, in tegenstelling dat je ook een warm gerookte zalm kunt hebben. Warm gerookte zalm gaat meestal wat hogere temperatuur en een koud gerookte zalm doen we wat op lagere temperatuur. Zodat de vis mooi stevig blijft en dat de eiwitten mooi coaguleren. Dat betekent dat die eiwitten mooi zachtjes kunnen gaan stollen. We maken er vandaag een mooie salade bij van lichtgewokte zeekraal. Dat versterken we met een uitje. Het grote voordeel is als je werkt met een uitje, dat altijd de ui de smaak versterkt van het gerecht waar je mee aan de gang gaat. De ui ontdaan van de schil, even insnijden en gaat hele kleine inkepingjes maken. Niet helemaal tot achteren, maar tot aan de wortel van de ui. Eerst verticaal, dan horizontaal. En dan ga je hele kleine snijbewegingen maken. En op deze manier heb je altijd een heel mooi klein gesnipperd uitje. Vervolgens gaan we de wok warm maken. Dit is natuurlijk ook te bereiden op de barbecue zelf. De barbecue die moet natuurlijk wel goed heet zijn. Maar wij doen het vandaag omdat we wat tegenslagen hebben met het weer. Gaan we het in de wok bereiden. Heel klein beetje olijfolie. Vervolgens gaan we het gesnipperd uitje toevoegen. Laat de pan eventjes goed warm worden. We gaan zo meteen een combinatie maken en het gerecht opmaken met een tomaat concassé. Wat is een tomaat concassé? Dat zijn hele mooie kleine blokjes tomaat. In dit geval zijn het vleestomaten. En die gaan we voor de kleur gebruiken en natuurlijk voor de smaak. Tomaat heeft altijd een heel klein zuurtje. De zalm is een beetje vet. En op die manier krijg je een hele mooie combinatie van dat zuurtje dat een beetje de vette smaak van de zalm afbreekt. Hoe maken we een tomaat concassé? Je laat gewoon het vel eraan zitten. Zorg wel dat je een stevige tomaat hebt. Je snijdt kleine reepjes, alvorens je de zaadlijsten eruit hebt gehaald. En je gaat hele mooie kleine blokjes snijden. De uitjes zijn al een beetje aan het fruiten. Dan voegen we de zeekraal toe. Wat belangrijk is bij zeekraal dat je zorgt dat die mooi jong is. En mooi jong wil zeggen dat de steeltjes niet heel dik moeten zijn. Dan krijg je een soort hout erin. Kijk, deze zeekraal kun je meteen openbreken. Er blijft helemaal niets achter zitten. En als je wat oudere hebt, die blijven wat moeilijker uit elkaar te krijgen. Het is gewoon heel eventjes die smaakversterker door die ui, door de zeekraal doen. Natuurlijk kun je dit gewoon op de barbecue doen. Maak het een heel klein beetje af met een zout- en pepermengsel dat ik al van tevoren gemaakt heb. Je kunt natuurlijk ook de zoutmolen en de pepermolen gebruiken. En we zetten hem verder af. En dan krijg je die mooie zalmlende. Die kun je vervolgens in allerlei stukjes gaan snijden. Maar het mooiste is om daar wat dunne lamelletjes van te snijden. Zodat je dadelijk een hele mooie presentatie kunt krijgen. Ik heb hier het bord. Daar gaat de mooie frisse
de zeekraal op. Dan de lamelletjes van die heerlijke koud gerookte zalm. En zoals ik al zei, natuurlijk is een zwart bord heel mooi om te presenteren. En tegenwoordig hebben we ook een heleboel garnierbloemetjes die je voor allerlei doeleinden kunt gebruiken. Dus het moet een klein beetje geïntroduceerd worden. Maar als je ze aan kunt komen, pak gerust een keertje een mooi bakje met bloemen. Ze zijn in allerlei verschillende soorten te verkrijgen. En zo kunt u natuurlijk een heel mooi herfstgerecht presenteren aan uw gasten.